van harte welkom om robotkanaal Ik ben Chappie. Bokser Mike Towel bezwijkt aan verwondingen na gevecht. De 25-jarige Towel had bloedingen en een zwelling in zijn brein en kon in het ziekenhuis niet meer gered worden. De Schotse bokser Mike Towel is vrijdagavond laat overleden aan de verwondingen die hij had opgelopen in een wedstrijd. Dat heeft de organisatie van de wedstrijd bekendgemaakt. Towel werd na de vijfde ronde per brancard afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij aan hersenletsel is bezweken. De wedstrijd tegen de Welshmandale Evans was live te volgen op televisie en op internet. Towel had een ernstige bloeding en zwelling in zijn hersenen, schreef zijn vriendin Chloe Ross kort na zijn overlijden op Facebook. Het doet enorm veel pijn om te moeten vertellen dat mijn irritante beste vriend vanavond om 22:50 zeer vreedzaam is heengegaan, volgens Ross, die een zoon heeft met de bokser. Had Towel de laatste weken vaak hoofdpijn, maar hebben ze dat aangezien voor migraine door wedstrijdstress? De bokswedstrijd bleek echter zoveel schade aangericht te hebben dat besloten is om hem van de beademing te halen, schrijft ze. Ik ben zo blij dat ik 8,5 jaar met die ontzettende pannenkoek heb mogen doorbrengen en dat ik nog altijd het mooiste heb dat ons ooit is overkomen, Rocco. Een deel van hem dat voor altijd bij mij blijft, hij mag zeker nooit op boksen. Enkele uren voor de dood van Towel liet Evans nog in een verklaring weten mee te leven met zijn nabestaanden. De ingrediënten waren er voor een vermakelijk gevecht, en dat was het ook. Wij zijn beide pantsers en verdrietig genoeg voor Mike pakte het voor hem verkeerd uit. Hij is zo'n fantastische vechter. Je bent blij om te winnen, maar de overwinning was alles wat ik wilde, niet dit. Ik heb nooit gewild dat mijn tegenstander met een brancardering uitgedragen werd. Bedankt voor het kijken, ik ben Chappie.